De aankoop van het zorghotel door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is niet zuiver geschied. Minister Amaramadin van Volksgezondheid haalde aan dat het zorghotel door een buitenlandse investeerder RCR in Suriname is neergezet. De bewindsman vindt dat RCR benadeeld is geworden, terwijl die miljoenen heeft geïnvesteerd. Het zorghotel is in februari 2019 door de Nationale Ontwikkelingsbank en de Hakeringbank naar de veiling gebracht. Het AZP heeft het hotel gekocht voor een bedrag van 5 miljoen SRD. Na de veiling, voorzitter, zijn er verschillende rechtszaken geweest, waarvan enkele zelfs nog lopend zijn. Krachtens gerechtelijk vonnis is het AZP verboden om het gebouw in gebruik te nemen. Het Hof van Justitie heeft bij vonnis in kort geding de dag 7 augustus 2019 geconstateerd dat 1. Het aannemelijk is dat er op 19 september 2018 een gesprek is geweest tussen de directeur van de Hakeringbank, de minister van Volksgezondheid, de toenmalige directeur van SZF en ook de huidige directeur van het AZP, waarbij tussen voornoemde partijen afspraken zijn gemaakt dat AZP en of de staat het zorghotel zouden kopen op de veiling van 21 september 2018 voor de uitstaande schuld bij de Hakeringbank en NOB. Naar onze mening hebben de Hakeringbank en NOB hun zorgplicht jegens RCR geschonden. Hakeringbank en NOB hebben misbruik gemaakt van hun executierecht en AZP heeft geprofiteerd van dit misbruik. Dit staat in het vonnis. Het AZP heeft het hotel gekocht voor een bedrag van 50 miljoen SRD. De bewindsman gaf aan dat geconstateerd is dat de veiling onrechtmatig is geweest. Het gebouw staat nu te verpauperen, terwijl het een positieve bijdrage kan leveren aan ons zorgsysteem. De regering wenst graag dat deze situatie wordt gecorrigeerd en dat de onrechtmatigheden worden opgeheven. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat AZP volgens eigen zeggen geen cent heeft betaald voor de aankoop van het zorghotel. Hoe er dan wel betaald is, is onderwerp van het onderzoek. De regering heeft bevorderd dat RCR en AZP met elkaar in gesprek treden om deze onrechtmatigheid op te heffen en te corrigeren wat toen fout is gegaan. Er is namelijk een dubbel nationaal belang. Enerzijds het verbeteren van ons zorgsysteem en anderzijds het opheffen van benadeling van een buitenlandse investeerder, hetgeen de reputatie van ons land als investeringsbestemming aangaat. Geacht college, de verhalen waarmee deze transactie toendertijd waren omgeven zijn nu bekend. Er zijn verhalen dat het kabinet van toenmalige president Boutersen dit pand voor zichzelf wilde hebben. Er zijn verhalen dat het gebouw een casinobestemming zou krijgen. Er zou sprake zijn geweest van samenspanning. Voor ons is het duidelijk dat deze aankoop van het gebouw door AZP niet zuiver was geschied. Ramadin zegt dat wat onrechtmatig is geschied bij de vorige regering teruggedraaid zal worden door deze regering. Daarbij zal gehandeld worden volgens wet en recht.